het is zover. Ik had het gezegd. Royaal bezoek vandaag hier in de studio van Men TV. We zijn heel blij met de nieuwe Miss België, Emily van Steenkisten. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet er stralend uit. Dankjewel. Ben je een ochtendmens? Soms wel en soms niet. Hangt er een beetje vanaf. Ja, het zijn al bijzonder drukke dagen geweest voor jou sinds die verkiezing in februari. Een verkiezing waar nog altijd wordt over gesproken. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Het was een heel hectische avond, zal ik maar zeggen. Gerepeteerd ook heel die een dag voordat eigenlijk de grote finale er is. En natuurlijk een beetje het voorval wat er is gebeurd met een mogelijke aanslag. Mm-hmm. En dan moet je toch terug op podium om door te geven. Dus het was heel hectisch. En dan zeker die kroning, dan verwacht je dan helemaal niet. Allee, ik had toch totaal niet verwacht dat ik de nieuwe Miss ging worden, zeg maar. Dus een rollercoaster van emoties is dat toch wel geweest. Ja, wie had jou ingeschreven? Ja, mijn mama, hè. Ja, en je wist ervan? Ja, ik wist er wel van. Ze had het niet achter mijn rug gedaan. We hadden het samen beslist, maar zij was nu wel van, nu doen we het zo. Ja, en was dan een druk op jouw schouders zo? Alleen zo die maanden voor de verkiezing, voor de finale? Oh, een druk? Nee, niet bepaald. Ik deed het met plezier en ik heb gewoon zoveel leuke momenten beleefd. Ik zou het zo opnieuw doen. Ja, hoe belangrijk is schoonheid in jouw leven? Hoe belangrijk is schoonheid? Ik vind dat... Maar ja, ik begin opnieuw. Hoe lang sta je 's morgens voor de spiegel? In een weekdag, hè? Niet lang. Is het echt? Ja, eigenlijk echt niet. Wat is dat dan? 10 minuten? Kwartier? Half uur? Zoiets. Hangt ervan af. Hè. Als ik weg moet en ik heb zo'n activiteit, dan is het misschien 20 minuten, 25, een beetje make-up. Maar als ik niks moet doen, niet lang. Ja, snel. Naturel. Zo zie je er ook uit. Fantastisch. Blij dat je hier bent. Ja, Men TV, ja. Ken je Men TV? Jawel. Ik heb er al eens van gehoord, maar het is niet dat ik er naar kijk. Ja, maar nu dus wel. En wij draaien heel veel muziek, vooral van eigen bodem. Geniet ervan. Emily van Steenkisten is de nieuwe Miss België. Ze zit hier echt op haar gemak. Je bent gewoon jezelf. Je voelt dat. Ja. Ja, dat is de max. Ja, dat is het. Ja, zo hebben we dat natuurlijk het liefst van al. Ja. Je hebt ook meegedaan aan The Greatest Dancer van Vlaanderen. Exact. Je bent professioneel danseres. Ja. Hoe lang doe je dat al? Ik dans al sinds mijn 3 jaar. Ik heb eigenlijk eerst 14 jaar klassiek ballet gedaan. En dan heb ik de switch gemaakt naar Latin. En zo in een wedstrijdteam terechtgekomen. En dan zo bij mijn danspartner terechtgekomen. Ja. Dat is jouw vriend, hè? Dat is mijn vriend, ja. Mm-hmm. Die was bijzonder emotioneel, de avond van de verkiezing. Inderdaad, hij is wel een heel emotioneel persoon op zich. Maar zo had ik hem toch nog nooit gezien. Hij had er heel veel stress van zijn schouders viel. Ja, het kwam van heel diep. Ja. Mm-hmm. Nu, die dans, jullie hebben samen een dans gedaan. En ook daarin wou je emoties kwijt. Vertel dat eens voor iemand die niks van dansen af weet. Ja, inderdaad. Dus wij hebben eigenlijk een rumba gedanst. Dat is dus een van de Latijnse stijlen. En om aan de Greatest Dancer mee te doen, moet je eigenlijk een soort verhaal hebben in je dans. En wij wouden dus eigenlijk het verwerkingsproces, nadat ons mama gestorven is en tijdens ze ziek was, dat wouden wij eigenlijk laten zien in die dans, hoe dat wij dat als koppel hebben doorleefd, zeg maar. Dus, maar hoe begin je daaraan? Is dat babbelen of is dat voelen? Of? Ja, wij babbelen superveel samen en ja, wij hebben superveel emoties sowieso samen dat we delen. Maar dan gaan we naar onze trainer. Trouwens, dat is Angelo. Angelo heeft ervoor gezorgd, heeft voor die mooie kroyo gezorgd. En wij zeggen van, kijk, dat is ons idee en zoiets willen we. En dan zet je dat in elkaar en zo zijn wij samen tot dat resultaat gekomen. Mm, heel mooi. Jouw vriend, is die niet een beetje bang zo van? Ga jij nu veranderen? Ga ik je nog zien? Hij heeft wel een beetje bang. We zien elkaar wel wat minder, maar... Op zich, dat is niet erg om elkaar te missen. Hè? Als we elkaar nu zien, dan is dat extra leuk. Ja, het verlangen is des te groter. Zeker, ja. Hè? Wat verwacht je daarvan, van jouw misjaar? Ik, hè? Wat ja, ik tuurlijk. Maar, dat is heel moeilijk om te zeggen, want ja, ten eerste, je verwacht niet dat je mis gaat worden. En dan ben je mis, maar je weet zo niet goed wat er op je pad gaat kruisen. Ik hoop gewoon dat ik hele mooie dingen ga mogen doen voor zowel de mensen als voor ons land, als voor misschien zelfs het buitenland. Dus we zullen zien wat we kunnen doen. Ja, spannend, hè? Ja, kei spannend. Maar ik heb er super veel zin in. Hoe reageert jouw familie? Ja, jouw beste vrienden, de vriendenkring. Ja, super positief natuurlijk. Die hebben mij keihard gesteund doorheen het avontuur. Zij hebben meegezorgd voor flyers, voor sponsoringen, voor zelfs mijn spaghetti verkoop hebben die keihard reclame gemaakt en zo. Dus die steunen mij enorm hard en ja, ik ben enorm dankbaar dat zij aan mijn zijde staan. Oké, tof. Blijf bij ons. Eerst een beetje muziek.
Emily van Steenkesten is de nieuwe Miss België, zit hier naast mij. En ze was helemaal zelf verrast dat ze Miss België was. Dat nooit verwacht, klopt hè? Ja, dat klopt helemaal. Hoe groot was die jaloezie eigenlijk tussen de andere meisjes? Maar ik heb super lieve reacties gekregen van alle meisjes, echt waar. Maar dat is toch wel, dat is toch een strijd. Nee, iedereen wil het toch worden. Ja, dat is een strijd, maar uiteindelijk ben je wel blij voor je medekandidaat. Ja, het is teleurstellend dat je zelf het kroontje niet hebt gewonnen natuurlijk. Maar ik heb zoveel lieve berichtjes gekregen en super lieve knuffeltjes daar. Dus dat was echt positief. Ja, heb je nu nog contact zo? Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut. Mm-hmm. Waar wil je staan over een jaar? Dat is ook een goede vraag. Ik zou sowieso wel wat verder willen in mijn modellencarrière. Maar media lijkt mij ook wel heel leuk om te doen. En ik wil gewoon het beste van mijn jaar maken. Ik wil op het einde echt hebben kunnen zeggen, ik heb iets betekend voor ons land. Mm. Je bent model voor Flair? Ja, ik heb al een paar keer op de cover van de Flair gestaan. Ja. Maar ik doe wat van alles. Fashion, juwelen, kleding, van alles. Ja, het is wel moeilijk hè, die fotoshoot, altijd lachen. Maar dat is niet altijd lachen eigenlijk. Ah. Bij Miss België moet je heel veel lachen. Ja. Maar zo shoots, dan heb je ook vaak dat je serieus moet zijn. En dus dat is een goede afwisseling. Ja, de sociale media moeten we het ook over hebben. Die is keihard hè, tegenwoordig. Ja. Echt waar. Hoge bomen vangen veel wind, zeggen ze. Ja, dat is wel. De ene dag ben je het idool en de andere dag... Ja, dat klopt. Ben je daar bang van? Goh, bang is een groot woord. Ik ben natuurlijk de jeugd daarmee opgegroeid is met de social media. Maar voorlopig gaat dat wel goed. Maar we zullen zien. Hè. Ja, doe je dat allemaal zelf? Richt je op de antwoorden? Account, Miss België, heb je daar tijd voor? Het account van Miss België, dat delen wij. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Dat is een geweldig team dat daarmee achter staat. Maar mijn eigen social media doe ik wel een beetje zelf. Maar ik bedoel, de mooie foto's die ik er kan opposten, dat komt ook van dat geweldig team. Hè. Dus het is een samenwerking. Ja. Wat heb je eigenlijk gekregen? De prijzen? Ik heb een auto gekregen. De Ceres heb ik gekregen. Dat is een nieuw merk. En nog, ik mag een jaar door de kledij van Caroline Bis dragen. Die heb ik nu ook aan. Ik mag de juwelen van Victoria dragen. En we hebben nog superveel sponsors. Miss Tresor, dat is ook kleding en bikini. M-Designs, dat is dan voor vuurhaartjes. En maar jij kent dat hier allemaal van buiten. Jij raadt dat hier gewoon af. Die sponsors. Ja, zeg hallo. Zij steunen mij super hard, dat zou ik niet kunnen vergeten. Ja, een carrière in de media, is dat iets voor jou? Ik denk wel dat ik dat leuk zou vinden. Ja? Ja. En welk programma zou ik dan bijvoorbeeld willen presenteren? Of wat zou je willen doen? Oh, dat is een kei moeilijke vraag. Ik heb een paar weken geleden ook het Playcafé mogen meedoen en zo. Mm-hmm. En ik vond dat super tof. Dus zo van die praatprogramma's en zo, dat vind ik wel tof. Mm-hmm. Nog eens terug naar je mama. Is er al een moment geweest... Dat is misschien een rare vraag, dat je daarover contact had met je mama, over het feit dat je nu mis bent. Praat je nog met haar, weet ik veel. Met mijn mama? Ja. Praten met haar? Ik ken mensen die iemand niet meer hebben, die kwam te overlijden en die elke dag ermee babbelen. Ah, zo. Ja. Ah nee, dat heb ik wel. Voor zo praten niet. Maar ik ben zo wel vaak dat ik zo, als ik in de auto zit of zo, dat ik denk van... Oh. Dat zou ik haar nu toch zo wel heel graag verteld willen hebben. Maar uiteindelijk, ik voel haar ook wel altijd en... Zij heeft mij opgevoed. Uiteindelijk, ik ben een stukje van haar. Hè. Dus ik denk wel veel aan haar. En dat is zo een beetje mijn manier van communiceren, denk ik. Ja. Was ze bij jou die avond? Ja, zeker. Zeker. Mijn overwinning heb ik ook deels aan haar te danken uiteindelijk. Hè. Dus. Dat zijn heel mooie woorden. We wensen jou een fantastisch jaar als nieuwe Miss België. Dank je wel. Emily van Steenkesten. Dank je wel.